Zo'n 1000 brandweermannen doorbreken in de Wetstraat de afsluiting van de politie. Het gaat er hard aan toe. De agenten gebruiken hun wapenstok. Er wordt geduwd en getrokken. Eén agent blijft liggen op de grond. Hij is gewond. De brandweermannen spuiten de agenten vol water en schuim. De politie kan de brandweer niet tegenhouden. De agenten zetten het waterkanon in en spuiten met traangas. De brandweer geraakt uiteindelijk tot voor de deur van de Wetstraat 16. Daar zit de ministerraad samen om te praten over hun nieuw statuut. De brandweermannen vrezen dat ze een aantal voordelen gaan kwijtspelen. Wij vrezen enerzijds voor verlofdagen te verliezen. Ja? Wij vrezen ook, hadden wij nog de huidige multi-checks en onze hospitalisatie behouden. Dat zijn dingen die wij momenteel totaal geen zicht op hebben. Er wordt daar ook niet over gecommuniceerd. Als wij de appreciatie niet krijgen, als wij geen garanties krijgen, dan zien wij ook niet in waarom dat wij eigenlijk nog moeten gaan inzetten met het risico van eigen leven om de mensen te helpen. Uiteindelijk mag een delegatie van de vakbond naar binnen om te praten met minister van Binnenlandse Zaken Joël Miquet. De collega's blijven buiten voor de deur staan.